Maar is het eigenlijk iets wat iedereen kan doen? Je zei het al, leeftijd speelt eigenlijk geen rol. Wel hoeveel geld je hebt, hoeveel eigendommen je hebt, speelt dat een rol? Ja, je vermogen speelt zeker mee. En uiteindelijk, jong of minder jong, rijk of minder rijk, iedereen moet het doen. Want wij hebben ofwel één ofwel twee problemen rond nalatenschap. Een eerste probleem heeft absoluut niets met belastingen te maken, maar zoals Diederik het aanhaalde, het heeft met bescherming te maken. Mm. En vruchtgebruik naar de langstlevende, naakte eigendom naar de kinderen, ik zou het persoonlijk niet aan mijn vrouw willen nalaten. Waarom niet? Want eens dat je samen met de kinderen in een gebouw of in rekeningen in vruchtgebruik naakte eigendom bent, kan niemand meer gaan beslissen wat dat hij of zij wenst te doen met het vermogen. Nee. Nog de langstlevende, nog de kinderen. En dus hoe minder vermogen, hoe meer een probleem rond bescherming. En hoe meer vermogen, hoe meer dat er een probleem is rond de fiscaliteit. Ja,